Alweer een paar weken geleden zijn we verhuisd naar de nieuwbouw. Hoe bevalt het eigenlijk tot nu toe? Het is leuk, het is een mooie afdeling, het is ruim. De patiëntenkamers zien er goed uit en ja, het is gewoon fijn om te werken. Ik wist niet dat ik al zo snel goed weer op mijn plaats terecht ben gekomen. Het is nieuw, allemaal fris. Maar af en toe nog wel even zoeken naar de patiëntenprocessen. Die zijn ook nieuw, daar moeten we allemaal even onze weg in vinden. En als er iets is waar je nog heel erg aan moet wennen in de nieuwbouw, wat is dat dan? De disposable materialen, zoals de waskommen, van disposable wat weggegooid wordt. En daar waren we niet gewend. Ik vind het wel heel rumoerig in de artsenkamers. En hoe komt dat? Omdat er heel veel mensen in dezelfde ruimte zitten zonder tussenschotten. En wat zijn de reacties van patiënten? Eigenlijk heel wisselend. De ene patiënt geeft aan van ook op een eenpersoonskamer die ze bij ons in de outdoor eigenlijk niet hadden. Die vinden het heerlijk dat ze de rust hebben, zeker na een operatie. Waar andere patiënten eigenlijk aangeven dat ze wel de interactie en het contact met andere patiënten missen. Het is net een hotel geworden. Ik heb een eigen kamer. Voor mezelf. En ik heb een badgelegenheid, douche. Het is geweldig. En vooral de privacy die je hebt, dat vind ik een heel groot pluspunt. Heel mooi gebouw, schitterend, mooie, hele royale hal. Fantastisch uitziet natuurlijk, hè? Dat is natuurlijk wel apart. Het is pas geopend en dan krijg je toch met probleempjes te kampen die nog dan verholpen moeten worden. Maar daar heeft de patiënt geen last van hoor, echt niet.